Ik ben Bram Godrie en ik ben samen met de vleeskuikenhouder Arjan Oostvoors, eigenaar van Rivo BV. Onze core business richt zich op de ontwikkeling van machines om automatisch vleeskuikens en kalkoenen te kunnen laden. Daar horen ook bij de shovels en allerhande apparatuur om stallen gereed te kunnen maken en om ze de mest eruit te kunnen laden. Een belangrijk aspect hierbij is dierenwelzijn. Daar zijn we ook dagelijks mee bezig. En dat sluit eigenlijk perfect aan bij de innovatie die we nu tonen, onze strooiselregenerator. Want een goed strooiselpakket dat draagt bij aan het dierenwelzijn en uiteindelijk een verbeterde productieprestatie. Samen met onze Italiaanse partner hebben wij een strooiselregenerator ontwikkeld, wat voor de pluimveehouder een extra middel is om preventief te kunnen sturen. De machine wordt gedurende de cyclus gebruikt om een strooiselpakket in zijn geheel vanuit de bodem op te pakken, te vermengen en te verkruimelen en tevens te beluchten met zuurstof. Met dit proces wordt de rotting in de onderliggende lagen voorkomen en kan tevens vocht uit de strooisel worden onttrokken. In deze stal wordt de eerste keer behandeld tussen de 8 en de 10 dagen en vervolgens wordt het wekelijks herhaald tot ongeveer 3,5 week. En dan bij het uitladen wordt hij nog een keer toegepast op de plaatsen waar de kuikens zijn uitgeladen. We hebben verschillende varianten ontwikkeld voor verschillende diktes en samenstelling van een strooiselpakket. De machines kunnen met vrijwel alle typen strooisel worden gebruikt, dus houtkrullen, pellets, stro, vezels of andere materialen. De modellen die variëren van gebruik achter een tractor, zoals die hier toegepast wordt, maar we hebben ook uitvoeringen in combinatie met een tweewieltractor voor eventueel kleinere stallen of gangpaden. Deze machine die is uniek omdat hij het gehele pakket in alle lagen van een strooisel bewerkt. Daarnaast heeft hij ook nog meerdere toepassingen, zoals hij ingezet kan worden voor het snijden van een stro bij het klaarmaken van de stallen. En we hebben hem ook al toegepast in het one-to-born concept om de doosjes te verpulveren. Dus de machine heeft meerdere doeleinden en is daarom multifunctioneel. We willen met deze machine het dierenwelzijn verbeteren door het voorkomen van kostontwikkeling, met name onder de voer- en drinklijnen, om de toegang tot water en voer te bevorderen. En doordat het strooisel in de hele stal homogeen is, voorkomt het concentraties van pluimvee en draagt het bij aan een uniforme groei van de dieren. Daarnaast creëren we met het drogere strooisel een beter thermisch comfort en zorgt er ook voor dat de dieren schoner blijven en het stimuleert het natuurlijk gedrag van de dieren. En natuurlijk niet te vergeten is de machine een middel dat bijdraagt aan het voorkomen en verminderen van de ontwikkeling van ziektekiemen door ze geen kans te geven om te rijpen. Tevens kunnen we een verbeterde opbrengst bewerkstelligen door het verbeteren van de voedsellaserscore door kwalitatief goed en droog strooisel, de reductie van borstblaren en doordat het restproduct, de mest, een hogere droge stofgehalte heeft aan het einde van de cyclus, is het uitermate geschikt voor gebruik als meststof of voor verdere industriële verwerking zoals bij de mestverbranding DEP in Moerdijk. De volgende stap is nu om met behulp van een sprayinstallatie, die overigens al is gebouwd, producten toe te kunnen voegen om te kunnen desinfecteren. Doordat we zeker zijn dat het gehele pakket door de machine goed vermalen en gemengd wordt, verwachten wij hier ook een optimaal resultaat, waardoor de machine nog breder toepasbaar zal zijn. Deze machine heeft volgens ons een hoge potentie, omdat je voor een relatief lage investering een extra stuurmiddel krijgt om preventief te kunnen handelen, om het dierenwelzijn te verbeteren en daarmee uiteindelijk de productieprestatie. Daarnaast is de machine breed toepasbaar, waardoor er op meerdere vlakken voordelen te behalen zijn. Ook heeft de pluimveehouder altijd nog de keuze om de machine, naar gelang de omstandigheden, wel of niet te gebruiken. Er hoeft dus niks te veranderen in het huidige systeem. Het is gewoon een extra stuurmiddel.